Twee radio-dj's bespreken de sms'jes die een zekere Chris naar 3FM heeft gestuurd. Chris is lekker positief ingesteld en dus wilden de dj's graag met hem kennis maken. Ik zet een sms'je te lezen van ene Chris. Hoi hoi, vraag je, waarom gaan jullie Werchter verpesten? Met een vraagteken. Ik begreep het sms'je niet zo. Wat we dan doen als we een sms'je niet echt begrijpen, dan drukken we even op de history van die persoon. Wat die allemaal nog meer naar 3FM heeft ge-sms'd. Want het vorige sms'je was erg voor de familie, maar ik weet het nu wel hoor. Maak gewoon radio. Sms'je daarvoor. Ik ben blij als het klaar is. Wat een gejank zegt dat mensen op de radio. 3 mei. Wat ben jij een loser, zeg. Wat een kuit. Nou, ja. Kunnen we Chris eens bellen? Ja. Ik ben benieuwd wat voor persoon dit nou toch eens is. Nou, gezellig. Kijk, ik ben een huisstakker. Ga naar huisstak. Dan moet vast. Voor persoon zou het zijn. Hallo Chris. Hey Chris, hoe gaat het? Ja, goed hè. Ja, mag niet mopperen. Om te beoordelen of de Russische presidentsverkiezingen eerlijk verliepen, waren tientallen internationale waarnemers aanwezig. Hun woordvoerder was de Nederlandse SP-politicus Tini Cox. Nou, laat Tini zich in het Engels lezen als tiny, wat klein betekent. En Cox betekent in het Engels ook weer wat anders. Keeping an eye on the vote was a team of foreign observers, headed by a Dutch politician, who immediately made the news ridiculous thanks to his completely brilliant name. The government's control of the whole electoral process rendered the vote unfair. According to Dutch observer Tiny Cox. The Russian presidential election showed a clear winner. Yeah, he is genuinely called Tiny Cox, as you can see there, it's absurd. Incidentally, when you are in a newsroom situation about to interview a man called Tiny Cox, for God's sake, change the way you pronounce his name so it's less embarrassing for everyone. Like this. Representative of this assembly, Mr. Tiny Cox. Op de lokale Westlandse televisie beelden van een handbaltoernooi voor verstandelijk gehandicapten. De verliezende coach drukt zich zeer toepasselijk uit. Dit is wel voor het eerst in mijn leven dat ik verloren heb, maar me eigenlijk wel winnaar voel door middel van met deze mensen, in deze ambiance, in deze volle hal, in onze heul, dit verhaal meegemaakt hebben. Hoe was de sfeer in de kleedkamer? Ja, toch wel op een gegeven moment eventjes die downstemming. De volgende beelden van RTV Oost maken duidelijk dat je tegen een boer de dingen gewoon bij de naam moet noemen en dus geen ingewikkelde synoniemen moet proberen. Er wordt nog een speciaal patroontje? Nee, kop ik haal. Net als mijn kop. En dat vind ik wel lekker op. Nou, bij mensen is het laatst heel veel in de mode om het scrotum te scheren. En bij stieren doe je dat ook? Wordt dat ook geschoren? De zaak bedoel ik. Oh. Voor zijn vrijgezellenfeest is de aanstaande bruidegom geblinddoekt in een auto gezet en naar een onbekende bestemming gereden. En volgens zijn vrienden gaat hij daar bungee jumpen. Ja, wat ik eerst gezekerd. Nou, we moeten een klein stukje lopen. Dan moeten we van een regel lopen. Maar ik ben wel gezekerd. Ik tel tot 3 en dan springt hij gewoon. En ja, dat onder de bunny. Maar hop, zeg maar, als een bunny hop. Ja. En dan gaat hij naar beneden. Oké. Okay. 1, 2, 3. Ja! Jong geleerd is oud gedaan, zo mooi juist, maar dan in de mini-playback show. Dit talentje gaat later dus schitteren in actiefilms. Ja, de absolute ster van dit programma is natuurlijk het vaste jurylid Philip Geubels. Gisteren vormde hij met stylist Jani aan zijn zijde een zeer komisch duo. Ik vroeg me eigenlijk af waarom jij nog geen stylist hebt. Omdat ik je niet wil uitzien, gelijk een homo. Wat vind je eigenlijk van Philip? Zou je op hem kunnen vallen, denk je? Als ik struikel, denk ik wel. Ja. Wie gaat het halen, denk je, in de finale? Weer antwoord ik statistisch Gwyn Veren. Serieus, ja? Dat is toch zo? Dat is typisch Hollands, hè? Recht voor de raap, Gwyn Veren. Als je dat aan ons vraagt, is dat hier elke dag zo'n gedoe. Ja, maar die ook. Ik vind ze allebei tof. Ja. Nee. Wat denk jij, Jani? Ik vind ze allebei tof. Geïnspireerd op de Jackass-serie staat YouTube al jaren vol met gefilmde capriolen van verveelde pubers. Hier twee jongens in een kermisattractie waarbij je zelf kunt bepalen hoe hard je draait. Nu worden we het nat. Nou.
Lutz Jacoby. Lutz verklaarde onlangs dat ze de druk van de media wel aankon. Dom, want met zo'n uitspraak daag je de grappenschrijvers van Dit Was Het Nieuws uit tot grootse daden. Lutz Jacoby is een vrouw met het hart op de juiste plaats. Nou, die neus nog. Lutz Jacoby komt uit Leeuwarden. Gek, ik wist niet dat daar een kernreactor stond. Ik vind het heel knap hoe Lutz al haar verschillende werkzaamheden combineert. Kamerlidmaatschap, kandidaat fractieleider en dan ook nog elke dag voor de Aldi staan met de dakloze krant. Toch is het een beetje flauw om Lutz Jacoby op haar uiterlijk af te zeiken. Ja. Hoeft ook niet. Heb je wel eens gehoord hoe ze praat? Lutz zegt dat ze goed leiding kan geven. Maar één blik en ik zie dat zelfs haar kapper niet naar haar luistert. Tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Nice schakelt de regie prachtige beelden van een rondrennend reetje. En gelukkig voor de Vlaamse commentatoren, want dat zijn natuurlijk grote natuurliefhebbers. Roulevent is al aan zijn 13e seizoen bij de profs bezig. Begonnen al in 2001 bij Bonjour. En heeft al een hele rist Franse ploegen op zijn actief. Mooi, hè? Dat is inderdaad mooi, hè? Als je niet weet waar jij moet raken, in dat wit vlak. Lingo-deelnemster Joyce kwam op krukken aan bij de studio. En tijdens het spelletje maakt Lucille daar een onschuldig grapje over. Maar Joyce heeft geen last van slappe knieën. Wies? Een H. Handig. H-A-N-D-I-G. Hinken. H-I-N-K-E-N. Ja, dat doe je nu, hè, Joyce? Ja. Jij ook, hè? Godverdomme. Ja. In de pauze van een Amerikaanse basketbalwedstrijd geven enkele junioren een spectaculaire demonstratie. In één geval zelfs heel spectaculair. De werking van een slagboom is bekend. Hij gaat omhoog en daarna gaat hij weer omlaag. En toch is niet iedereen hiervan op de hoogte. Hij was eerst een hit op de Amerikaanse televisie en nu op internet. Het hondje Cody. Het blaffen van deze viervoeter klinkt als een volwassen man die in een ravijn valt. Cody! Cody! De meeste mensen vissen met een hengel. De volgende man doet het liever met een speciaal revolutionair vangnet. Festival ergens in Oost-Europa staat een moeder met een kind op het optreden van een fanfare te wachten. Ze zijn lekker dichtbij gaan staan, zodat ze het goed kunnen horen. Bij Voetbal International leuteren de heren over Spaans voetbal, maar al snel gaat het over een Nederlands fenomeen. En het is niet Johan Cruijff. Daar ben je fan van geworden, hè? Als voorzitter van de Atletiek de Bilbao. Ja, jij bent ook een beetje een Bask. Als je daar zo zit, zie ik je zo zitten. Jij bent al een beetje een Bask, ja. Zo zien die Basken er ook een beetje uit. Doorleefde kop vaak, een beetje wat langer haar, een snor. En hebben die ook jasjes die van tafelkleden gemaakt zijn? Nou ja, ik zat ook naar dat jasje te kijken. Ik kan er niet op, maar ik kwam er eigenlijk net op. En we hebben volgens mij als het goed is het plaatje ook gevonden inmiddels. Of kijk, daar moest iemand wezen denken. Ja. Ik zat de hele tijd na te denken. Ik denk, waar is die nou ook alweer van? Maar dat was hem inderdaad, ja.
Op de Filipijnen heeft Britt op Goede Vrijdag met een kruis rondgezeuld. Haar commentaar ter plaatse geeft blijk van een gezonde heimwee naar haar vaderland. We hebben beelden van jou. We gaan toch even kijken. Waar waren jullie op de Filipijnen? Ja, de Filipijnen. En daar werd met een kruis gezeuild. Mensen doen daar het paasverhaal naar. Ja, echt. En jullie dachten, we lopen mee. We gaan even kijken naar beelden van jou met het kruis op je schouders. Is goed. Oh, serieus, het is zo warm. Het is hier 45 graden. Normaal als het 45 graden is, doe ik een bikini aan. Jezus, die Jezus had echt zwaar. Ik krijg wel echt respect voor die man. Ja, op zich, nu ik hier zo loop en ik zo om me heen kijk, dan denk ik echt, ben ik bij het in Nederland eieren zoeken en niet dit doen. Het volgende filmpje komt uit Alaska. Zoals bekend moeten bewoners zich daar goed kleden tegen de extreme kou. En dat heeft ook nadelen. Graham zijn voorliefde voor rare foto's weer eens tonen. Naar aanleiding van een gesprekje met acteur Ewan McGregor over zijn hond gaan alle remmen los. We've got a little treat for you. It's dogs in cars. Oh, yeah. Here's the classic of the genre. Some dogs don't like to just, you know, they like to do it stealth. The stealth head out the window. This next one I like. I like the feeling, but I don't want to mess my hair. What happens if you turn your head sideways? And most dogs do love it. Not all dogs love it, like this one. He's being held up as well. In Blik op de Weg wordt de snelheidsduivel aangehouden. Het slechte nieuws, hij moet zijn rijbewijs inleveren. Het goede nieuws, de man is inmiddels aangenomen bij Toneelgroep Amsterdam. Hey. Ik ben helemaal kapot. Ik kan niks. Ik kan ontslag nemen, ik kan alles. Ik ben helemaal stuk. Vreselijk. En ik heb morgen een afspraak met Argentijn. En wat moet ik nou? Ik ben kapot. Ik ben kapot. Ja. Geef me maar een touw. Rustig aan. Rustig aan. Je begrijpt het niet. Geef me dan 1000 gulden boete. Hij heeft rijbewijs in Geesten liggen in Gelderland. Een lefgozertje doet trucjes bij een zwembad. Als kijker weet je dat er iets fout zal gaan en ben je geneigd je te focussen op de jongen. Maar daar zit hem in dit geval de grap nou net niet. In Brandpunt een heerlijk dramatisch aangezet item over het asielzoekerscentrum in het Groningse Pekela. De ruim betatoeëerde autochtoon die commentaar geeft, heeft zeker recht van spreek. Ja, ik vind tuin. Turinaje Pekel. Maar ze loopt me maar, ze loont je aan, laat je uit. Als ze ben, man, ze gewoon Nederlands proef. Op de regionale Vlaamse televisie beelden uit een dorp waar de bevolking bang is voor een kinderlokker in een witte bestelbus. Ongemerkt verzamelt de cameraploeg uiterst belangrijk bewijs voor de politie. De ouders en de kinderen die aan Park de Bliek in Aalst wonen zijn in de ban van een witte bestelwagen en een mogelijke kinderlokker. Ook gisteravond stond de buurt weer op zijn kop. Dus we hebben ten juist de nummerplaat kunnen afschrijven. Dus de wijkagent heeft de nummerplaat meegekregen van mij. En blijkbaar moet het wel een valse nummerplaat geweest zijn. De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt. Op de site 112 Groningen is te zien hoe de brandweer uitrukt voor een woningbrand. Een van de brandweermannen probeert zo min mogelijk schade te veroorzaken, maar daar denken zijn collega's totaal anders over. Vast onderdeel van het familiediner is de sorry-limousine, waarin passanten hun excuses aan gekwetste dierbaren kunnen maken. Soms ontroerend en soms gewoon oliedom. Hoi, ik ben Melissa Molhuizen en ik wil graag sorry zeggen tegen mijn lieve tweelingbroer. Ik ben gewoon helemaal zijn verjaardag vergeten. En dan tijd voor ons prankblokje. Te beginnen met de Braziliaanse Billy Turf die genadeloos in de maling wordt genomen. Man,
Tô falando pra você, passou duas, três viaturas aqui. Ah, tô falando pra você, rapaz, tava feio, passou uns caras correndo aí. Vixi, tô falando pra você, é o tiro, cara. Vixi, olha o tiro.